Dan de ramp met vlucht MH17. Daarbij kwamen 50 Brabanders om het leven. Er zijn nog veel vragen over wat er precies is gebeurd. En zometeen komen hopelijk de antwoorden op die vragen. Dan presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid op vliegbasis Schilzerijen haar rapport over de ramp. En verslaggever Tom van der Oetelaar is ook bij de vliegbasis. En aan de satellietwagens achter jou te zien, Tom, is het erg druk daar. Het is hier enorm druk, Mart. Het is denk ik voor het eerst dat ik meemaak dat er op Brabantse bodem zo'n enorm internationaal persevenement plaatsvindt. Ik heb zojuist even gekeken, cameraploegen uit Rusland en Oekraïne natuurlijk. Maleisië, betrokken landen, maar ook Australië en alle andere Europese landen zijn hier op dit moment aanwezig om dit te verslaan. Nu zijn de nabestaanden vanochtend bijgepraat in Den Haag. Tom, wat is daar gezegd? Daar zijn al een aantal dingen gezegd die we nog niet wisten. Een van de dingen die belangrijk was om te weten is, hebben de slachtoffers die in het vliegtuig zaten, hebben die geleden? Hebben die iets gemerkt van de crash? De voorzitter van de onderzoeksraad, Tjibbe Joustra, heeft gezegd dat dat nauwelijks het geval is. Ik kan me zo voorstellen dat dat voor heel veel nabestaanden een enorme troost is. Een andere belangrijke vraag was, hoe komt het dat de MH17 vloog over oorlogsgebied? Nou, ook daar is nu een antwoord op gekomen. De MH17 moest uitwijken vanwege een storm. En dat zou de reden zijn dat het vliegtuig vloog waar het vloog en dat er dus die fatale crash is geweest. Ja, je doet even je oortje in, ik hoop dat je me nu weer goed hoort. Wat kunnen we zo meteen in de Geelzee nog verwachten? Nou, een ander belangrijk ding dat er zo meteen gaat gebeuren is de reconstructie. Zoals je weet, hè, een paar maanden terug zijn die lange kolonnen vrachtwagens zijn hier gekomen met alle brokstukken van MH17. Zo goed en zo kwaad als het gaat is de cockpit en het eerste deel van de MH17 weer in elkaar gezet van het vliegtuig. En dat gaan we zo meteen zien. Wat we gaan zien is een spreekgestoelte, daarachter een groot zwart doek. En dat zal denk ik een indrukwekkend moment zijn in de persconferentie. Het moment waarop dat doek opzij gaat en we zien hoe de MH17 is gereconstrueerd en we een gedeelte van het vliegtuig weer in elkaar zien. Dankjewel Tom, dat gaan wij meemaken zometeen. Dus u kunt het allemaal live volgen hier op tv na deze nieuwsuitzending.